Aan de andere kant, de kans dat zo iemand 100% van de stemmen krijgt, is nul. Mm. Ook Hitler heeft maximaal... Oh, was het ook weer binnen 20 minuten, leidt elke discussie tot Hitler. Nou ja, moet dan maar eventjes. Het verlossen, kunt u mij horen? Check eventjes of je de podcast al volgt op de plek waar je nu luistert. Want dan weet je zeker dat je nieuwe afleveringen altijd als eerste ontvangt. Hoe heb jij gekeken naar de ontwikkelingen in Israël? Dat is zo betreurenswaardig. Dat nou juist Israël, nietwaar, dit soort van dramatische verschijnselen vertoont. Van zo'n semi-dictator als die afschuwelijke Netanyahu. Die natuurlijk ook weer zichzelf uit de wind wil houden. Want er lopen tegen hem natuurlijk ook allerlei processen. Je hebt gezien hoe een groot deel van Israël daarover denkt. Het feit is dat hij een piepkleine meerderheid in de Knesset heeft. En die heeft hij gebruikt om dit door te zetten. Ik begreep, maar dat is de Engelstalige pers, die is natuurlijk altijd enorm geïnteresseerd is in Israël. Ja, heel veel mensen daar nu van, die man toch ook die de kredietcrisis ook heeft voorspeld. Niet Houdini, maar iets in die Rubini, geloof ik. Die zei, ja, je moet ervan uitgaan dat ook die ontzettend kwalitatief hoogwaardige Israëlische industrie en de investeerders die daarvoor nodig zijn en het hooggeschoolde personeel wat die industrie drijft en de innovatie bepaalt, dat die ernstig beschadigd wordt. En dat natuurlijk investeerders zullen zeggen, nou ja, dan gaan we wel ergens anders investeren. En ik geloof, volgens mij heb ik al eens eerder gezegd, als ik een IT-ingenieur was in Tel Aviv en ik had twee lieve kindertjes en een vrouw, dat ik morgen nog naar de Verenigde Staten vertrok. En daar ben je van harte welkom. Dat zal geen problemen geven. Dus ja, ik denk dat Netanyahu, zoals zoveel van die extreme nationalisten, dat hij uiteindelijk zijn eigen land zeer ernstig zal beschadigen. Zeer ernstig. Ook in de diepte. Niet nu toevallig deze weken of zo, maar echt ook ten aanzien van het hele feit dat Israël natuurlijk in sommige opzichten een bijzonder succesvol land is. Hmm. Daarbij komt natuurlijk het hele probleem van de Palestijnen en de ultrarechtse aanpak van het probleem van de Palestijnen. Namelijk dat ze absoluut niet van plan zijn. De twee-staten-oplossing is natuurlijk al langer gepasseerd, station. Dan zou je uitkomen op een één-staten-oplossing. Dat is voor de Israëli's volstrekt onacceptabel. Waar kom je dan uit? Eeuwige repressie van de Palestijnen. Met af en toe dan zo'n intifada erbij. Het is een drama. Israël is een drama. Waarom wil hij dit? Nou, ik ben naar mijn idee ook omdat dat Hoge Rechtshof met enige regelmaat allerlei dingen die de Knesset doet en wil en goedkeurt, afkeurt. En daarvan is de algehele teneur toch een zeker liberaal fatsoen, wat zeker ter rechterzijde, ter ultrarechterzijde in Israël volledig ontbreekt. Ik ben alweer vergeten welke Israëlische politicus het zei over die Palestijnen. Ze mogen God vergeten blij zijn dat we niet die hele bubs naar IJsland exporteren. Nou ja, dan heb je wel een beetje een idee hoe erover gedacht wordt. Nee, ik denk dat... Maar goed, het hoopvolle is de omvangrijke activering van een groot deel van de Israëlische bevolking. En natuurlijk niet alleen maar jongelui met rare gewoontes of zo. Maar de piloten wouden niet meer vliegen en de reservisten wouden niet meer opkomen en ik weet al niet wat. Maar dat het Israël overkomt, ja, dat vind ik toch ook, wat je ook verder mogen denken over de recente wereldgeschiedenis, is toch wel buitengewoon pijnlijk, ja. Kijk, in Turkije weet je hoe de wind waait en dat het probleem altijd daar voorlopig zal blijven bestaan. Maar Israël, dat is toch wel heel erg diep treurig. Vind je dat hier ook een verantwoordelijkheid dan weer is van de kiezer? Want die heeft natuurlijk deze politici zeker, in de zadel geholpen. Laten we nog even memoreren wat we altijd zeggen, heel verstandig. Uiteindelijk zal de dood van de democratie, op welke manier dan precies ook, het gevolg zijn van het gedrag van de kiezers. Het zijn de kiezers die de democratie uiteindelijk om zeep helpen. Kijk naar Amerika. Wat daar gaat gebeuren, dat mag je ook wel mee in gemoede afvragen.
Maar is die protesten, is dat voldoende om hier iets aan te doen? Nou, dat uiteindelijk wel natuurlijk. Omdat dat natuurlijk intern toch een moet dat aanzienlijke effecten hebben, ook voor de middellange termijn. Ik denk niet dat de meeste van die demonstranten thuisgekomen zullen zeggen, zo, lekker gedemonstreerd. Nou, weer eens een fijn serietje kijken. Nee, het zal ook geactiveerd hebben, denk ik, hoop ik. Dus hoe het af gaat lopen, dat weet ik niet. Maar dat natuurlijk Netanyahu een ramp is. Al dit soort van politici, als je ze eenmaal hebt, je haalt ze binnen met de verwachting, ze gaan iets goeds doen. Ze gaan eindelijk knopen doorhakken, dat werk. En je komt er niet meer van af. Ze organiseren de democratie net een tikje anders. En of dat nu Orbán is, of de PiS-partij, of Turkije, of Israël, het patroon is altijd hetzelfde. Je komt er niet meer vanaf. Het is toch een teneur, een vage richting is de richting autocratisch. En dat is niet democratisch. Nee, het is diep troevig. Op zichzelf hoef je niet erg optimistisch te zijn over. Ik ben nog het meest optimistisch over de Europese Unie. Want de oppositie kon ook niks meer doen. Hè? Die zeiden op een gegeven moment ook tijdens de stemming zijn ze weggelopen. Ze hebben wel nog natuurlijk flink gedemonstreerd. Ja, bij de stemming waren alleen die 65 lui die ervoor waren, die hebben gestemd. De rest was vertrokken. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een bij de gebaar van onmacht, dat is wel duidelijk. Mm. Maar ik geef toe, de kiezers hebben deze coalitie aan de macht gebracht. Ja. Ja, de protesten waren niet helemaal massaal. En dan komt dat ja, in Israël zullen altijd angsten lopen op bovengronds en ondergronds over, ja, je hoeft geen deskundige geograaf te zijn. En je kijkt naar Israël en je begrijpt wel dat geen ijzersterke positie is. Hoe sterk je ook op zichzelf militair, industrieel bent in vergelijk met die prutsers om je heen. Dat is natuurlijk waar. Ja, Israël is de primaire militaire macht daar in de kleine regio. Maar voor hoe lang? Dat kun je afvragen. Je had het over schade. Welke schade heb je het dan over op de langere termijn voor het land? Kijk, Israël heeft een uitzonderlijke high-tech industrie. En dat die uitzonderlijke high-tech industrie door deze gang van zaken ernstig beschadigd kan worden. Doordat zowel investeerders als, laten we zeggen, de mensen die je nodig hebt voor een high-tech industrie zullen zeggen, ja, het is mooi geweest, maar dat gaan we liever dan ergens anders doen. Kunnen we beter de hele tent verhuizen naar Californië, om maar eens een buitenplaats te noemen. En hij suggereerde dat gevaar reëel was. Ja, je leest ook altijd over Jeruzalem en die Palestijnse gebieden. Maar nogmaals, Israël is in sommige opzichten een uitzonderlijk succesvol land. Tegelijkertijd is het een land wat, zoals het de afgelopen jaren is geweest, een uniek talent heeft om zichzelf in de voet te schieten. Want dat hebben ze met enige regelmaat gedaan. Hmm. Ja, allemaal te beginnen met Rabin, die natuurlijk vermoord is door een ultra-rechtse radicaal. Ja. En Netanyahu, die is natuurlijk is niet een nieuweling, die zit al jaren, zit hij daar in Israël. Ja, van Netanyahu heb ik altijd alle kwaads verwacht, ja, dat is de... Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb gedacht, zo, die Netanyahu is terug, dat wordt wat. Nee, Netanyahu is een egocentrische boef. Hmm. Ja. Maar ik ben helemaal geen Israël-deskundige, dus je kunt beter een Israël-deskundige raadplegen. Is er niet een podcast over Israël? Vast wel, waar is geen podcast over, dus... Hey, dan hadden we natuurlijk ook nog deze week Trump, die nu voor de vierde maal in staat van beschuldiging gesteld is. Hè, want het proces moet natuurlijk nog beginnen, maar hij is nu officieel door een jury in staat van beschuldiging gesteld. Geheel terecht natuurlijk. Je hoeft ook die 46 bladzijden die de aanklager had opgesteld niet per se te lezen om te weten waar dit allemaal over gaat. Deze keer over verkiezingsleugens, hè? Ja, nou, deze keer over... De kern van de aanklacht is eigenlijk niet dat hij mensen heeft opgeroepen om het Capitool te bestormen. Het is natuurlijk altijd lastig juridisch waar te maken. Heel veel dingen zijn evident zo en dat betekent nog niet dat je het juridisch ook op afdoende wijze kan definiëren. Maar goed, de kern van de aanklacht is eigenlijk dat hij
de Amerikaanse kiezers beroofd heeft van de mogelijkheid om, of heeft geprobeerd te beroven van de mogelijkheid om een fatsoenlijk democratisch systeem met een kiesmogelijkheid te hebben. Daar gaat het eigenlijk over. Dat hij het nut van de democratie onthoudt en van een behoorlijk stemrecht onthoudt aan de Amerikaanse kiezers. Nou ja, dat is zonder meer een feit. Dus het hoeft verder niet moeilijk. Ik bedoel, de kwestie is helemaal niet of hij schuldig is, ja of nee. Natuurlijk is hij schuldig. Trump is een onbeschrijfelijke boef, een leugenaar, een kletsmajoor. Maar ja, hij is charismatisch. Hij is ook de verlosser. Hè. En zodra natuurlijk dat deze mechanieken beginnen te draaien, dacht je dat de modale Trump-stemmer enig idee had wat zijn programma is, wou ik gaan zeggen, maar Trump heeft helemaal geen programma. Chaos, dat was zijn programma toen hij president was. Dus ook als mocht hij weer gekozen worden, is de enige hoop is dat hij zo gek is dat er uiteindelijk toch niks uit zijn vingers komt. Behalve die praatjesmakerij dan. Maar hij wordt door velen gezien als de belichaming van alles wat in Amerika fout is gegaan. Of die zet dat de benoemer van alles wat in Amerika fout is gegaan sinds de jaren 50. En ja, je weet wie zijn aanhang is en wie natuurlijk meestal onder deze omstandigheden de aanhang vormt. Dat zijn blanken met een lage opleiding. Kijk, als je een collegeopleiding hebt en je woont in een nette buitenwijk, dan is er niks aan de hand. Dan is de kans dat je op Trump stemt is nul. Nou, nul is misschien wat overdreven, maar het is heel sterk opleiding gerelateerd. Maar ja, dat zijn altijd nog iets van 70 miljoen kiezers. Hè? Maar ja, dat Amerika is een heel je moet meelijden met Amerika hebben. Niet waar, dat is ook een land, niet waar, high-tech, als je dat wil weten. Een hartstikke modern land, neemt kuststrook in het westen, Californië, Oregon, Washington State natuurlijk, Seattle enzovoort. En aan de oostkant natuurlijk, idem dito, tot ergens een beetje bij Florida, dan houdt het op, of Georgia misschien. En dat ongelooflijk moderne, innovatieve Amerika, wat ook bestaat, vergeet dat even niet, wordt natuurlijk permanent gegijzeld door die dorpelingen die ertussen de twee kusten wonen. Ga een keer kijken, zelfs in upstate New York, New York is een democratische staat. Rij door upstate New York, dan weet je hoe het gesteld is. Niet waar met flyover country, zoals veel Amerikanen het zelf noemen. En dat is heel tragisch. Dat in tal van landen wordt eigenlijk een grote minderheid gegijzeld door een kleine meerderheid die in feite niet veel begrijpt van de moderne ontwikkelingen, tegelijkertijd ook vaak terecht protesteert tegen het feit dat ze weinig geprofiteerd hebben van die moderne ontwikkelingen. Zeker in Amerika zal iemand zonder collegeopleiding, een blanke man zonder collegeopleiding, nou, die is er financieel sinds de jaren 70 nauwelijks op vooruit gegaan. Dus ja, dat ze ontevreden zijn, ook dat ligt trouwens aan het beleid wat gevoerd is. Er had een beter beleid kunnen worden gevoerd. De achtergestelden enzovoort. En dan zijn volgens mij achtergestelden in Amerika nog wel heel slechter eraan toe dan bijvoorbeeld achtergestelden of ongehoorden in Nederland. Want dat is het gekke, dan hebben we dus een omroepje ongehoord Nederland. En daar kun je maar op één manier op reageren, namelijk het is maar goed dat het ongehoord was, want er komt niet veel verstandigs uit. Je hebt er niks aan. Hè? Het zijn, nou ja. Ik heb al vaker gezegd, er moet een prima, steekhoudend en reëel programma voor rechts geformuleerd kunnen worden. Als ze maar ophouden met die flauwekul waar ze zich altijd mee bezighouden. De samensweringstheorie en de antivaccinatiebeleid, nou, de hele stapel van onzin die ter rechterzijde tot ontwikkeling is gekomen. Vind je het verstandig nu dat er dus voor de vierde keer een aanklacht bij Trump... Ja, is het verstandig? Waarschijnlijk niet. Want het blijkt dat zijn aanhangers zien het als een politiek proces. Die vinden het allemaal schandelijk. Je had niet anders verwacht. Er komt trouwens nog een proces natuurlijk. Want dat die zaak in Georgia, die komt ook nog. Nou ja, dat is allemaal geluidsmateriaal. Die acht jij het meest kansrijk daardoor, hè? Door het bewijsmateriaal? Ja, omdat hij tegen die gouverneur zegt,
kun je me nog 11.000 stemmen bezorgen? Want dan heb ik Georgia en dan zou het de andere kant opvallen. Ik weet niet precies hoe het op dat moment met de getalsmatige verhoudingen zat. Maar ja, dat, dus er komt nog een vijfde zaak bij. Het is natuurlijk allemaal dezelfde. Hij heeft tot op de dag van vandaag beweert hij dat het een gestolen verkiezing was. Mm-hmm. Maar waarom doen de aanklagers het? Omdat hij iets gedaan heeft wat niet mag. Het zou toch gek zijn dat je een poging tot staatsgreep kunt doen. En dat niet bestraft zou worden. Dat zou toch heel raar zijn? Nee, dat snap ik. Maar ze zullen natuurlijk ook wel hebben overwogen van ja, dit zou hem ook nog wel eens extra in het zadel. Zonder meer hebben ze dat overwogen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, dat is een beetje afwerking. Dat rechtssysteem zal toch zijn loop moeten hebben. Ja, maar je zou misschien ook nog... Je hebt te maken met een politieke crimineel. Maar je had ook kunnen zeggen, nou weet je wat, we wachten er nog eventjes mee tot na in ieder geval dat verkiezingscircus, want dan helpt het hem in ieder geval niet. Nou, ik denk dat het algemeen effect, kijk, voor zijn echte keiharde aanhang, laten we zeggen, de gelovers in de verlosser Trump, maakt het niks uit. Ik bedoel, als ook morgen bewezen wordt dat hij meerdere mensen eigenhandig vermoord heeft, dan nog maakt het dan maar niks uit. Zei hij zelf ook niet ooit, als ik op Park Avenue iemand gewoon doodschiet met een agent erbij, dan gebeurt mij nog niks. Dat zo zullen zij daarover denken. Maar ik denk wel dat hij natuurlijk bij de aarzelaars in het midden. Hè, want ook in Amerika zei dat de aarzelaars in het midden in Amerika ook minder een aantal zijn geworden. Maar die zullen toch geleidelijk aan stap voor stap wel wat minder geneigd zijn om Trump te stemmen. Laten we zeggen, er moeten ook nog redelijke en normale republikeinen zijn ergens. Dus ja. Kijk, getalsmatig, als we kijken naar de popular vote, ze schijnen nu gelijk te staan in de peilingen, maar nogmaals, dat is peilingen zijn geen verkiezingen. Dat hij de popular vote gaat verliezen, daar ben ik wel vrij zeker van. Mike Pence heeft ook afstand van hem genomen, ja, hè? Ja, dat moest hij ook wel doen. Die heeft gezegd natuurlijk van, dit is een president onwaardig, of dit kun je absoluut niet doen. Terwijl hij natuurlijk zelf in de administratie erbij zat. Nou ja, hij heeft tenslotte gezegd, ik ga niet doen wat Trump mij gevraagd heeft te doen, namelijk het reguleren van het vaststellen van die stemverhouding. Op die dag in januari, hè? Ja, om dat vast te leggen. Nee, dat heeft hij toen geweigerd. Vandaar dat hij menigte opriep, hang Mike Pence. Ja, dat is, wat een land. Wat een land is het toch. Het is echt ongelooflijk. Als je het niet zou weten, je was een alien, dan zou je toch denken dat het hele land eigenlijk georganiseerd wordt op basis van de entertainmentindustrie. Amerika biedt werkelijk een hoeveelheid politiek vermaak zoals je... De tragiek is dat die lui die daar aan de macht komen ook iets te vertellen hebben. Maar als het niet zo zou zijn, dan zou je echt zeggen, wat een show. The greatest show on earth. Hè? Speelt Biden nog een rol in dit hele proces? Dat denk ik niet. Die hoopt gewoon dat de meeste mensen zullen denken, het is een oude lul. Hè? En erg coherent is die ook niet meer. Maar goed, dat is die nooit geweest. Dus dat nou is ook weer niet zo benieuwd. Hij struikelt over de vliegtuigtrap. En je begrijpt wel, omdat hij niet wil dat iemand hem de trap ophelpt, moet hij steeds weer zelf die vliegtuigtrap op. En waarom je dat dan gefilmd moet worden, begrijp ik ook niet. In de tijd met Roosevelt zat in een rolstoel. En die werd ook vaak door zijn twee zoons geholpen, omdat hij vanwege de kinderverlamming zijn heel metalen frame aan de onderkant van zijn lichaam had. Maar dat zag je nooit, dat werd nooit gefilmd. Dat was usance dat daar geen aandacht aan werd besteed. Dat had ook een hele leuke... Heel leuk rolstoeltje wat je nauwelijks zag. Kleine wieltjes aan de voorkant. Dus ik zou hier ook zeggen, waarom... Kijk, tegenwoordig staat overal een camera. Het is echt een godswonder dat daar niet een man verscheen hier rechts van ons, die ook met zo'n camera naar binnen zat te koekeloeren. Ja, dat is een overmaat aan camera's. Nee, ik denk dat Biden erop hoopt dat de economie nog overeind blijft. De Amerikaanse economie draait niet slecht. Dus wie weet. Maar goed, het is altijd natuurlijk toch nog een heel jaar verder. Dus we hopen er echt het beste van. En ondertussen zeggen we genieten met volle teugen van een van de meest absurdistische en omvangrijke theaterstukken die ooit in de menselijke geschiedenis zijn opgevoerd. Ja, maar je meest spraakmakende politicus zal toch Donald Trump zijn. Hè?
Shame ook op al die Nederlanders die die Trump ook een geslaagde figuur vinden. Dan moet je wel van een zo grondige onkunde van over Amerika getuigen, maar goed. Want met verstandig beleid heeft het natuurlijk helemaal niks te maken, want daar hoor je het nooit, daar gaat het gaat nooit over beleid. Omdat nogmaals, laat ik het nog maar één keer zeggen, als er zo'n verlosser in het politieke spel is, of dat nou Pim Fortuyn is, of dat het nou Omtzigt is, of dat het Trump is, of wie het ook maar is, het gaat nooit over de inhoud van het beleid of de concrete maatregelen. Het gaat om die wolk van verwachtingen dat hij, die eine, die gewoon gaat ons bevrijden van onze existentiële nood. Ja. Dat is het idee. Ik zal even kijken, zijn er nog wat vragen? Maar geen enkele politicus zal ons ooit bevrijden uit onze existentiële nood. Nee. En voor de voorverkiezingen bij de Republikeinen heeft het, want die zullen dat natuurlijk ook gaan gebruiken. Ja, die andere lui zijn voorkomen kansloos. Ik weet niet of je die cijfers hebt gezien, maar ik bedoel dat hij de kandidaat zal zijn in 2024. Er moeten al hele rare dingen gebeuren, wil dat niet zo zijn. Ondanks al deze aanklachten. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik weet niet, die laatste peilingen, daar had hij ongeveer in zijn eentje evenveel even hoog percentage als de rest bij elkaar. Ja. Even kijken, er zijn wat vragen van luisteraars ook over dit punt. Marley, is er in heel de USA geen verstandig mens te vinden die president kan worden? Het draait allemaal om geld. Heb je dat? Kun je een campagne houden? Bah, zegt zij. Nou ja, bah. Er zit op zichzelf een hoogbejaarde president. En ik geef toe, die man gaat geen Nobelprijzen winnen. Dat had hij nooit gedaan in zijn leven trouwens. Maar het is verder een hele redelijke, verstandige en normale democraat. Die Joods ook allerlei dingen heeft gedaan die mijns inziens beleidsmatig ongelooflijk stom zijn op de lange termijn. Maar het is altijd beter dan het alternatief. Hè? Ja, je kunt een niet zo begaafde opa hebben. Maar als de keuze is tussen niet zo begaafde opa en een evidente leugenachtige kermisexploitant van ergens denkbare soort. Ja, dan weet je wel wat je moet kiezen. Sorry trouwens tegen alle Nederlandse kermisexploitanten die ongetwijfeld allemaal keihard werken, de brave burgers zijn. Ria zegt, Trump heeft heel veel bijbelaanhangers. Hoe kunnen ze dan op zo'n schurk stemmen? De moraal van Jezus stond er haaks op. Ja, ik moet... Sorry dat ik... Het is altijd wel even amusant eigenlijk. Omdat natuurlijk op een punt wat voor de bijbelaanhangers absoluut doorslaggevend is, namelijk de abortuskwestie. Daar is hij bereid. Waar die overigens vroeger was, die ruim voor de abortus. Maar goed, het past nu beter om maar ruim tegen de abortus te zijn. Dus hij is er tegen. Dus stemmen de christenen op hem. En Roeland die zegt, hoe komt het dat iemand die onmiskenbaar een charlatan is, zoveel steun krijgt? Ja, nou dat is vaker gebeurd in de wereldgeschiedenis, beste meneer. Hè? En dat ligt weer aan het feit dat er ergens een soort schemergebied is waar de politicus verandert in... Ik mag het niet meer zeggen, want dat schijnt ook heel erg te zijn in een soort, in een verlosser. In iemand die op mensen al hun wensen en verwachtingen en hoop projecteren. Dat het dan tenslotte flessentrekkers blijken te zijn die de hele natie naar de kloten helpen. Ja. Aan de andere kant, de kans dat zo iemand 100% van de stemmen krijgt is nul. Hmm. Ook Hitler heeft maximaal, was het ook weer binnen 20 minuten, leidt elke discussie tot Hitler. Nou ja, moet dan maar eventjes. Ook Hitler heeft nooit meer dan 32% van de stemmen gehad. Maar het probleem is dat ze vaak door anderen gefaciliteerd worden. Ja. Dat is ook met Trump gebeurd. Als de elite van de Republikeinse Partij hem niet gefaciliteerd had, was hij het volgens mij nooit geworden. Ja. En dat geldt ook voor de Weimar Republiek. Als de elite dit soort van lieden faciliteert, om vaak uit egoïstische eigen overwegingen van, nou ja... He, dat dachten ze ook bij Hitler, die kunnen we goed gebruiken. En als dan, ze hem gebruikt hebben, flikker hem er weer uit. Nou, Trump idem dito. Wat maakt het uit? Dat geeft ons de kans om het hoge rechtshof op te vullen met rechts en rechters. En, enzovoort. He. Ja, en dan raak je het niet jij hebt de verlosser gevangen voor je niet zo edele zaak. Uiteindelijk gebeurt altijd het omgekeerde. De verlosser vangt jou. Omdat hij iets wakker heeft gemaakt in mensen wat eigenlijk helemaal niet politiek is. Nogmaals, ik blijf erbij wat een sterk religieuze inslag heeft. Denk aan die ongelooflijke onzin die over Pim Fortuyn werd beweerd. Hè? Je denkt, hoe is dat toch mogelijk? Mensen willen altijd een verlosser.
Plaats dat ze blij zijn met het feit dat ze in de auto's een toestel hebben wat zegt nu naar links, maar over 300 meter naar rechts. Hè, dat is eigenlijk ook een soort verlossing. Ja. En in 2016 kan ik me voorstellen dat er nog veel mensen waren die Trump het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Zeker. Maar als je dit nu allemaal hebt gezien, dan denk je het is een gek. Dus er zijn nu misschien wel republikeinen die op Joe Biden stemmen om Trump aan die in het zadel te hebben. Ja, maar dat zijn er waarschijnlijk toch niet zo verschrikkelijk veel. Okay. Heb ik je niet dat verhaal verteld van de Dino Cowboy? Ja, die je toen ontmoet hebt vorig jaar in de zomer. Ja, ik reed met hem mee in zo'n pick-up truck, hebben onder de modder. Met achter mijn aanhanger met een paard erin. De Dino Cowboy. En toen begon ik een politiek gesprekje. Ik zei, wie heeft u gestemd? Ja, zei hij, voted voor Donald Trump, a complete idiot. Dus toen zei ik natuurlijk, nou ja, waarom zou je stemmen voor een complete idiot? Want er was nog een andere guy. Ja, jong, the other guy is a real enemy of the United States. Mm. The other guy, that's the group is going to destroy our United States. Nou ja, dan weet je hoe laat het is. Ja. Yeah. Zou Maarten aan de Trump-minnende Nederlanders uit kunnen leggen waarom het leiderschap van Trump een bedreiging is voor de moderne mensheid? Nou, als je dat ook vindt natuurlijk. De hele moderne mensheid. Dat, het probleem is dat de Verenigde Staten tot op de dag van vandaag de belangrijkste natie is in wat je zou kunnen zeggen de westerse samenleving in brede zin. Dus dat zijn de Verenigde Staten en natuurlijk heel West-Europa. Ik ken ook de Europese Unie daar maar bij. En misschien natuurlijk ook nog, je kunt ook denken aan landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Dat hoort daar in principe allemaal bij. En Amerika is daar zowel de economische grootmacht als de militaire grootmacht. De alliantiestructuur van het Westen met hoofdletters H en B. Niet waar wordt sterk bepaald door de Verenigde Staten. Je ziet ook hoe de Verenigde Staten nu ook in de Pacific proberen een wat hechtere alliantiestructuur te creëren. Wat ze waarschijnlijk wel zal lukken. Omdat daar natuurlijk ook heel veel landen bang zijn voor de expansie of de ambities van China. Dan komt daar iemand aan de macht in dat land, in de Verenigde Staten. Die zegt van ja, wacht nou eens even. Maar die lui van de Europese Unie, dat zijn gevaarlijke vijanden van de Verenigde Staten. Dus, of hij zegt, ja, die NATO, dat kunnen we allemaal wel zeggen. Wij betalen die NATO en die stommende andere NATO-leden, die betalen er geen cent aan. Geen cent is wat overdreven, maar daar had de heer Wachroot gelijk in. Over heeft Obama dat ook met enige regelmaat gezegd. Dat is nu overigens wel ondervangen, doordat die beloftes in de komende jaren waarschijnlijk wel gestand zullen worden gedaan, in verband natuurlijk met de oorlog in de Oekraïne. Je ziet aan de oorlog in de Oekraïne hoe wezenlijk nog steeds de rol van de Verenigde Staten is. Weliswaar heeft in financiën de EU ongeveer evenveel bijgedragen als de Verenigde Staten. Maar wij hebben niet van die HIMARS raketten en allerlei andere spullen waarmee de Oekraïners hopen, voorlopig ziet het er niet geweldig uit, iets nuttigs nog tot stand te brengen. Dus hij zal dat. De hele cohesie van het Westen, die toch ook op andere punten bedreigd wordt, deels ook door de Verenigde Staten, die wordt wezenlijk bedreigd door een president die al gezegd heeft dat hij dat hele Oekraïne vindt hij zonde van de centen en hoe erg zo gauw mogelijk mee ophouden is er voor onzin. Dat moeten de Europeanen zelf maar uitzoeken. Dus die zal in feite die cohesie zowel van de NATO in de ruimste zin van het woord, als van ook, laat maar zeggen, de economische samenhang, die zal die fundamenteel aantasten. Wat hij ook de vorige keer gedaan heeft. Hij vindt Poetin een geweldige vent. Hè? Ja, die zegt nog zwart op staan, je kent het wel. Ja. Kijk, laat iedereen kijken naar die fameuze persconferentie in Helsinki, waar Trump in feite zegt, ja, die geheime diensten van mij, die vertrouw ik niet zo, maar die Poetin, dat is een man, die vertrouw ik ten volle. Ja, dan houdt het een beetje op. En dan kun je natuurlijk, in de binnenlandse politiek kun je ook zo zeggen, dat gaat hij nou iets doen voor die 70 miljoen aanbodzaaiers. Niet waar die hem op handen dragen als verlosser. Nee, geen bal. Dat heeft hij ook in de vorige 4 jaar niet gedaan. Ja, daar zal hij gewoon de klassieke republikeinse beleid voeren, namelijk verdere verlaging van de belasting voor hele rijke mensen. Welke straf kan Trump eventueel krijgen, vraagt Olivier. Geen idee. En laten we eerst het proces eens even afwachten. Dat moet dus nog beginnen. Dit was in beschuldigingsstelling. Dat is nog weer wat anders dan het proces zelf. Er is een rechter aangewezen die, naar ik begreep,
in vorige zaken betrekkelijk streng is geweest. Dus wie weet. Ja, je hebt wel mensen die lollige speculaties hadden dat hij in de gevangenis terecht zou komen. En dan in de gevangenis zou hij worden beëdigd als president. Omdat hij toch de verkiezingen had gewonnen. En dan pardonneert hij zichzelf en dan kan hij zo de gevangenis uit. Ja, het is ook wel wat ik al zeg. Het is de grootste absurdistische show op aarde. Ja. De Verenigde Staten. En Pim van Wegen die vraagt, vind je het niet erg laat dat deze aanklacht nu pas komt? Ja, dat is een hele organisatie natuurlijk. Eerst is dan trouwens natuurlijk in dat onderzoek geweest van het Huis van Afgevaardigden. Dat zeker de juridische molens in Amerika malen langzaam. Oh. Gezondheid. Ja, ik hoop niet dat ik al te veel bacillen uit. Ik was niet verkouden hoor. Het moet een... Ah, corona is ook redelijk voorbij. Ik denk toch dat omdat ik nu over Trump zit te praten... Dat je allergisch bent of zo? Ja, dat het een allergische reactie kunnen, ja. opwekt. Dat zou me niet verbazen. Nee. Nee, we kunnen weer doen. Als ik niest, dan zal ik het van tevoren aankondigen. Maar had je antwoord gegeven op de vraag? Wat was de vraag? Nee, ja, wat ik al zeg, de juridische molens waren malen langzaam in de Verenigde Staten. Okay. Je kunt ook eindeloos een hoger beroep. En, ja, maar dat en nu pas die aanklacht komt. De mogelijkheden zijn legio. We zijn 2 jaar verder, dat was meer de vraag die... Ik vind dat het nog vrij snel is. Okay. Met een beetje goede wil heb je nog een uitspraak voor de verkiezingen van volgend jaar. Natasja, hoe komt het dat er nog steeds zoveel Amerikanen achter Trump staan, terwijl er geen enkele verkiezingsbelofte ook is waargemaakt? Ja, en die vrijwel alle verkiezingen, afgezien van de verkiezing van 2016, heeft hij alle andere verkiezingen verloren. Nogmaals, dan verwijs ik naar het religieuze karakter van zijn politieke aanwezigheid, die dus eigenlijk niet erg politiek is. Hij is door een relatief brede groep van kiezers, namelijk alle blanke kiezers met een relatief lage opleiding, die er inderdaad in de afgelopen 30, 40 jaar bepaald niet op vooruit gegaan zijn in de Verenigde Staten, is hij omarmd als het symbool van hun woede, verontwaardiging, hun ongehoord zijn. Ook als je zo'n toespraak van hem ziet in zo'n vliegtuighal, hoe heet het, hangar, het is volkomen onsamenhangend. Het gaat nergens over. Maar het is kennelijk, wekt het iets op. In mensen zouden daar eens naar moeten kijken. Het wekt iets op in mensen. Iets. Hij symboliseert hun woede en hun gevoel in volledig in de steek te zijn gelaten. En het feit natuurlijk dat juist Amerika wat sterk draaide op de American Dream en... Iedereen kon in Amerika iets bereiken. Als je maar hard werkt, dan lukt het altijd wel. Van krantenjongen tot miljonair. Geweldige sociale mobiliteit. Allemaal dingen die natuurlijk al lang niet meer bestaan. En in die zin dat natuurlijk de American Dream evident in feite een sprookje is gebleken. Hè? Een kindersprookje. Dat is voor veel mensen moeilijk te verteren. Dat begrijp ik best. Kijk, hebben wij een Dutch Dream? Nee. Hè? Hoewel... Ongehoord Nederland. Is dat niet een leuk ideetje voor ongehoord Nederland? Brengt ze niet op ideeën. Ja, de Dutch Dream. Niet gerealiseerd. En dan nog deze vraag van Jaap Kortjens, ook over Trump. Als hij nou veroordeeld wordt, kan hij dan vanuit de cel president zijn? Nou ja, wat ik net vertelde, dat was al een soort van proefscenariootje stond. Ik weet niet waar ik heb het net nog zitten lezen. Proefscenariootje. Ik geloof dat Breitbart, dat is zo'n rechtse zender, altijd dit scenario schetste. Hij zit in de patoet. Daar wordt hij beëdigd door de oprechter. En dan spreekt hij een pardon uit voor zichzelf en wandelt hij erbuiten. Ja. Ja, in Amerika. Kan het wat dat betreft is de American Dream niet dood. Als het puur gaat om absurd theater, dan leeft het land nog als nooit tevoren. Hm. Aan een land, zeg. Jongen, jongen, jongen. Dat is vaker gebeurd in de wereldgeschiedenis, beste meneer. En de stelling van die Great Divergence is eigenlijk... dat China tot 1800 helemaal niet achterliep op Europa. Integendeel in allerlei opzichten het beter deed dan Europa. Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie. Maarten van Rossum geeft 3 uur lang college.
Ach, die Europeanen, dat zijn vuile imperialistische veroveraars, moordzuchtige types die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen. Eigenlijk had de industriële revolutie zich in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar C-Level over de kwantumtechnologie. En hoor hoe Nederland probeert mee te doen bij de allerbeste ter wereld als het gaat om deze vooruitstrevende techniek. De link naar de podcast vind je in de show notes.